begon met een uitstekende mogelijkheid voor Lambo. De voorzet van Boekaert. Het binnenbereik van Ristovic. Het schot van Jelicic. Uit de hoek gezweefd door Thierry Bergmans. Het begon met die voorzet van Van Hemert. Terugleggen door Holguin. En Jelicic. De bal die mooi naar buiten draaide. Ook dit was mooi. Maar hier zat er weer een voet van Tubize tussen. Het hoofd van Holguin. Moeilijk om vanuit die positie te scoren. Hij probeerde het wel. En had eigenlijk behoorlijk wat ruimte. En hier het doelpunt dat uit de lucht vloog. Stuk is even wat sneller dan Elegico. En Ristovic. Geen buitenspel. Ristovic dacht, kom ik niet. En hier kon hij niet bij. Via binnenkant paal valt de bal binnen. Schitterende paas van Johan Broekaert overigens. En dat is het temperament van de echte doelpuntenmaker. Dat voetje er tegen. En we hopen dat die bal goed valt. Dit was een prachtige opening van Slovic richting Utaka. En Bergmans, de hoek was heel erg klein geworden. Heel verrassend dat schot van de Nigeriaan. We gaan nog eens kijken. Binnenkant voet. Utaka prachtig loopt. Onder druk snel moet schieten. En hier Charlier. Die van heel ver kwam. Maar Van Hemert die tijdig de deur dicht deed. Nog een prachtige paas van Karata richting Jelicic. Als je hem hier kan terugleggen meteen tot bij Broekaert. Tot bij Holguin liever. Dan zat er wat in. Nu was Holguin blijven staan, stond hij gedekt. Dan had die bal eigenlijk naar de rand van het doelgebied gemoeten. Hij krijgt nog een paar statistieken van ons. 8 doelpogingen vanwege Antwerp tegenover 3 van Tubeke. Maar het staat wel 0-1. En Stukkes heeft al enkele keren buitenspel gelopen. Eén keer was het geen buitenspel. En toen lag de bal tegen de touwen. En Antwerp moest vol aan de bak in de tweede helft. Nog echt heel veel kansen leverde dat niet op. Van Hemert. En de kopbal van Holguin. Dit misschien wel de beste kans voor Antwerp na de rust. De kopbal van Frenkel. En de redding van Thierry Bergmans. Het moeilijkste wat hij moest doen in de tweede helft. Utaka. En Holguin die eigenlijk niet in duel gaat. En Bergmans. Kwam er ook niet bij. Dan raakt die bal wel. Ongeluk met het hoofd. Het liep goed af voor Tubize. Utaka. Pivaljevic die niet zag dat twee van zijn ploegmaats vrij stonden aan de tweede paal. Remy. Net nog een kansje voor Tubize. Dit een hele goede mogelijkheid. Voor Jean-Baptiste Paternot. De bal voorlangs kopt. Lambeau met een slalom zag zijn fantastische wedstrijd bijna bekroond. Met het beslissende doelpunt, maar Jelicic voorkwam dat. Hier Kabongo. Buezolo, maar die ging niet vol door. Nu geen 0-2. En ze bleven het wel proberen. Het enige doelpunt uit de wedstrijd, slap verdedigen, was het daar achterin. Frenkel kwam te laat, Ristovic stond verkeerd.